Vader en zoon Groen staan hier bij me en jullie hebben vanuit je bedrijf een belangrijke bijdrage geleverd voor het realiseren van dit veld. Komt dat omdat jullie ook een binding hebben met PPSC? Ja, zeker. Vanaf mijn zesde zit ik hier. Dus dat is inmiddels 42 jaar. Dus dan kan je wel van een binding spreken. Hoe komt de club uiteindelijk bij uw bedrijf met de vraag of er iets van een bijdrage geleverd kan worden voor dit veld waar we nu staan? Ja, dat komt omdat René natuurlijk met mij hier voetbalt, met de ouwtjes. Hij is dan wel niet zo oud, maar... En zo, nou ja, het bedrijf heeft ook borden op het hoofdveld staan. Dus, en nou ja, goed, ja, zo is het eigenlijk gekomen natuurlijk. Ik zit ook al meer dan 55 jaar bij de club, dus je hebt toch een bepaalde binding. Het is eigenlijk een soort clubliefde wat hier spreekt? Ja, ja, zeer zeker. Ja, en ik vind met name dat de laatste... jaren is er hoop bijgekomen. Vroeger was het alleen voetballen. En tegenwoordig doen we ook op dinsdagmiddag tafeltennis. Op woensdagmiddag spelen we Jeu de Boel. Wandelvoetbal is erbij gekomen. Dus je ziet vanzelfsprekend weer een hoop oudere mensen die het gewone voetbal niet meer kunnen. Ook in dat wandelvoetbal weer terugkomen. En dat vind ik het mooie natuurlijk. En is dat ook om die reden dat jullie vanuit het bedrijf ook een soort maatschappelijke betrokkenheid willen hebben? Dat je dan ook bepaalde doelgroepen kunt laten sporten? Nou, dat geloof ik niet zozeer. Het is eigenlijk meer van ons uit de clubliefde. Het is zo gegroeid natuurlijk. Maar daar wil ik bij zeggen dat er ook niet alleen wij, maar de mensen die het ontworpen hebben, dat is met name dus Gerard en zijn dochter Chris. Fantastisch om dat zo te organiseren. De mensen die het allemaal opgehangen hebben de afgelopen dagen, die er al meegewerkt hebben. Ja, dat spreekt toch wel van een bepaalde clubliefde natuurlijk. Ja, jij zei het al, je bent al heel vroeg al bij PPSC aan het rondwandelen geweest en gevoetbald. Wat maakt PPSC nou tot de club die het is? Kijk om je heen. Ik denk dat er weinig clubs zijn die qua ligging, fantastisch, rustig, mooi. Het is een gezellige vereniging. Het is absoluut een familievereniging. En ik zeg, als je er al zo lang zit, dan wil dat toch wel zeggen dat het iets heeft, zo'n club. En je ziet iets wat we vandaag met z'n allen bereikt hebben. Een prachtig nieuw kunstgrasveld waar we met z'n allen kunnen sporten. En met name de ouderen. En dan denk ik aan de veteranen, de superveteranen, maar ook het walking voetbal. Met een aantal diehards bij onze vereniging die dat vorm hebben gegeven. En een speciaal woord van dank is toch wel dit keer aan Leeman. Rick Bron was de voorzitter van PPSC. Ja, het is een bijzondere dag denk ik vandaag. Zeker ook op het veldje waar we nu staan. Ja, nou, je ziet waar we als vereniging naartoe willen. Hè. Een dag als vandaag waar je het meidenvoetbal hebt. Heel belangrijk. Goed georganiseerd. Mensen die het zelf binnen de vereniging hebben opgepakt. Je komt hier vanochtend binnen en alles is geregeld. Nou, dat heb ik wel eens anders meegemaakt. Dus ik heb dat net ook in de kantine gezegd. Een compliment echt aan alle mensen die dat georganiseerd hebben. Nou, we staan hier op een prachtig veldje. Ik zei het net al bij de opening van het veldje. We vinden het belangrijk dat alle doelgroepen in Schiedam aan het sporten toekomen. De gemeente die stimuleert dat ook. Nou, wij zijn begonnen met echte kartrekkers, Gerard en Peter Baks en Willem. Om te zorgen van hoe krijgen we dat nou voor elkaar. Nou, we tafeltennissen hier binnen. We hebben een prachtig twee Jeu de Boel veldjes. Nou, toen kwamen we met het oudere voetbal. Doen we op dit veldje. En als je ziet, door het initiatief met, ik mag dat wel een keer noemen, met Nemat, de heren die hier voetballen en die mogelijk hebben gemaakt, dat ja, kijk om je heen wat hier allemaal staat en ligt. Nou, dan denk ik dat we met z'n allen erg trots mogen zijn op wat we bereikt hebben. Hoe belangrijk is het dat je als club dat soort dingen als ouderenvoetbal en meidenvoetbal kunt aanbieden in je aanbod? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. De voetbalvereniging van 2019 is niet meer de voetbalvereniging van de vorige eeuw. Er wordt verwacht, en dat vind ik ook belangrijk, het moet ook geen must zijn, maar je verwacht dat je ook diverse doelgroepen binnen je vereniging laat sporten. En wij hebben daar vorm aan gegeven. En je ziet dat we nu, als je op woensdagavond, kom je wel eens op woensdagavond, dan zie je daar toch zo'n 20 ouderen met het walkingvoetbal bezig. Heel belangrijk om alle doelgroepen binnen je vereniging daarvoor de aandacht te geven. Absoluut.